Het vriendengenootschap Nederland Antel Aruba, kortweg genoemd de VNAA, is een landelijke vereniging die zich inzet om op basis van wederzijds respect de vriendschapsbanden tussen Nederland en de eilanden te bevorderen en te verstevigen. Dit jaar bestaat de VNAA 25 jaar. En dat was reden voor mij om in gesprek te gaan met voorzitter Alvin Riley, om niet alleen terug, maar vooral ook vooruit te kijken na 25 jaar VNAA. En ik vroeg hem wanneer hij erbij betrokken is geraakt. Ik ben zelf pas in 2011 bij betrokken geraakt. Ik kwam de toenmalige voorzitter en zijn echtgenoot tegen op de viering van een Aruba-dag. Ja. En we kwamen in gesprek en ze vertelden waar ze mee bezig zijn. En zo ben ik erin gerold. Ik ben eerst lid geworden van de club en toen hebben ze eigenlijk meteen gevraagd of ik bestuurslid wilde worden. Zo gaat dat, hè? Dat heb ik ook meteen gedaan. Vond ik wel leuk om te doen, daarbij betrokken te worden bij zo'n club. Ja. En dat moet ik doen. In eerste instantie was ik gewoon bestuurslid en belast met activiteiten. Ja. Vond ik leuk om te organiseren. Een van de eerste activiteiten die ik heb georganiseerd was in november 2011, was de... een soort tafelgesprek tussen drie gevolmachtigde ministers. Ja. Van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En dat was het eerste jaar, dat was na 2010 dus. Dus het was leuk om te doen. En eigenlijk was de eerste vraag die ons stelde van waarom bestaat de VNAA nog? Wat is er nog behoefte aan een club als de VNAA? Uh-huh. Er zijn meerdere clubs. En wat de VNAA onderscheidt van andere Caribische clubs, als ik ze zo noemen, onder één noemen, ja. Is dat wij de samenhang van het hele koninkrijk willen proberen samen te houden. Ja. De boel bij elkaar houden, zo de zon politisch te zeggen. Ja. Dat typeerde WNA zich mee en dat onderscheiden ze zich mee. Dus in 2011 betrokken en in 2013. Vorig jaar, juni, heeft onze toenmalige voorzitter Evert den Heijer gezegd van weet je wat, het wordt tijd dat wij de stok overdragen naar iemand, naar een nieuw club, een nieuw bestuur. Ja, want dat is, jij komt zelf even terugkomend uit Aruba, heb ik begrepen? Ja, ik ben Aruba. Ja, daar is dat natuurlijk ook de VNAA nu een hele nieuwe toekomst krijgt natuurlijk. Er moet iets aan gedaan worden, want toen de VNAA opgericht werd, was het een bepaalde doel en je kon het doel met bepaalde middelen en bepaalde manieren invulling aan geven. Het organiseren van lezingen, het organiseren van bijeenkomsten, het hebben van een documentencentra, maar nu, wat je ook organiseert, als je dat soort zaken organiseert, is het... er is weinig interesse voor. Ja. Doel verouderd. De leden zijn nog steeds geïnteresseerd, maar het ledenaantal wordt kleiner gewoon door de leeftijd, dat ik het zo kan. Ja, dat is logisch. Ja. Want jullie zijn in 87 begonnen met Wim Zuidwijk. Ja. Want die was op bezoek op Tontil, heb ik begrepen, voor de Sticusa. Ja. Dan kijk je toch 87 en nu... 25 jaar later is er natuurlijk veel veranderd. Dus ook er is heel veel veranderd. Dus die leeftijd van die mensen, dat gaat ook anders worden allemaal. Ja, maar kijk, de behoefte van destijds was dat men contact met elkaar kon onderhouden. Met bepaalde regelmaat. Daarom organiseer je zaken dat we bij elkaar konden komen. Maar tegenwoordig, 25 jaar later, heeft iedereen een mobiele telefoon. Heeft iedereen een Skype. Ja, klopt. Heeft iedereen Facebook. Dus contacten zijn al... eigenlijk op dagelijkse basis. Ja. Die behoefte hoeven wij geen invulling meer aan te geven. Dat moet op een andere manier ons aanvragen van oké, hoe gaan we nou wel invulling geven aan ons doel om zeg maar de vriendschapsverbanden van de koninkrijksdelen bij elkaar te brengen. Is dat nou ook niet ook een taak voor een gevolmachtige minister? Want kijk ik even tijd terug waar de paap hier zou doen. Ja. Papi die heeft dat toen in die tijd aangepakt. Toen is dat VGNNA geboren. Hè, de Vriendschap Nederlands Antillen en Aruba. Met Papi. Is er nou geen taak voor een gevolmachtige minister met al die middelen die ze nu hebben?
hè, dus Twitter, om te proberen in de Antilliaanse gemeenschap ja, toch een verbintenis te maken in Nederland. Ja, maar juist door het eenvallen van de Nederlandse Antillen, eerst door uittreding van Aruba, ja, en vervolgens door het eenvallen van de Antillen tot eigenlijk afzonderlijke landen en een paar gemeentes, is steeds moeilijker geworden. In de periode van Papius Roel, waar je in daarvoor eigenlijk, had je een Antillenhuis, waar Aruba ook onder viel, en in 86 is het al anders geworden, maar steeds baatte het Antillenhuis heel veel. En dan kan je zeggen, oké, je hebt de regie in één hand. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment is de regie nu helemaal verwaterd. Ja, ah, dat klopt. Wie doet het nu? Ieder moet het voor zichzelf doen. Ja, het is helemaal ja, zeg maar gerust, is eigenlijk uit elkaar gevallen. Ja. Sinds het moment dat alle eilanden, we hebben nou die drie gemeentes, we hebben de twee landen erbij. Nou wordt het allemaal niet makkelijk om het toch voor... Maar heb je een idee zelf als nieuwe voorzitter hoe je dat aan gaat pakken? We zijn nog steeds zoekende. Je hoeft er niet hetzelfde wiel uit te vinden. Nee. Wat ik heb gedaan is gaan kijken hoe anderen dat doen. En wat heeft de doelgroep, waar hebben ze behoefte aan? En ik heb gemerkt dat interessante, je moet de twee dingen combineren. Interessante lezingen organiseren, interessante tentoonstellingen. Ja. En daarnaast een stuk gezelligheid. Uh-huh. Want dat is wel belangrijk, ook een stuk gezelligheid. Want op zijn Caribisch, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, ja. Dat hoort erbij. Het hoort erbij. Ja, ja. Maar interessante zaken die ook wel de jongeren trekken. Wat nu bijvoorbeeld in is. Is duurzaamheid, milieubewustwording. Mm-hmm. Een paar maanden geleden, in december nog, hebben wij als VNA een bijeenkomst georganiseerd over de Isla-terrein, hoe met dat gebied omgegaan kan worden. Ja. Nou, we hebben hier een presentatie gehad van een club, Greentown, die daar iets over vertelde. En het gevolg, er kwam ook een spin-off van die bijeenkomst, mm-hmm. want de vennootschap, het Antilliaans Netwerk, Vereniging Antilliaans Netwerk, naar aanleiding daarvan hebben ze een vervolg opgegeven, en ze hebben zich niet geconcentreerd alleen maar op dat stukje Isla-terrein, maar meer duurzaamheid in het algemeen van het Caribisch gebied. Was ook een interessante bijeenkomst. Dus dat soort die bijeenkomst was vol, goed bezocht. Ja. Dus dat soort onderwerpen, dat interesseerde mensen wel. Ja. Wat wel miste, bij zowel hun bijeenkomst als bij onze bijeenkomst daarvoor, is na zo'n bijeenkomst nog bij elkaar, daarna nog blij bij elkaar en dan een stuk gezelligheid. Ja, klopt. Dus de combinatie van een stuk interessant onderwerp en daarna na afloop, bloed gaat waar niet stromen kan. Ja, logisch, dat hoort erbij. En daar wil je ook dat hoort erbij. Dat hadden we kunnen doen. Ja, maar je ziet toekomst nog voor het VNA, misschien onder andere naam of iets anders. Want het is afgelopen jaren, is natuurlijk in die 25 jaar, is die naam ook steeds aangepast, hè? Nou, het is maar één keer aangepast. Het heet de Vriendengenootschap Nederlands Antillen. En daarna is Aruba, is de Nederlandse Antillen in Aruba geworden. Ja, door mevrouw Tromp, hè? Door mevrouw Tromp. Die ja, heeft en, zei, sinds, ja. En eigenlijk sinds 2010, oktober 2010 hadden we die naam moeten veranderen. Want sindsdien bestaat de Nederlandse Antillen niet meer. Nee. Dus moeten we wat anders worden. Ja. Maar door alleen door te gaan, dat zie ik zelf niet zitten. Ik denk wat we moeten doen is meer een soort samenwerking vormen zoeken met andere clubs die hetzelfde doel nastreven. Want zoals we bezig zijn met die doelgroep afzonderlijk, dan moeten we toch wel meer naar elkaar toe kruipen en kijken van jongens. Ja. Waarom zijn we hier? Waarom zijn we naast elkaar? We kunnen bij elkaar voortgaan. Ja. En dat is wat ik het zie. Oké. Hey Elvin, bedankt voor je gesprek. Graag gedaan. Jullie hebben 12 april hebben een feestje. Ben je erbij? Nou, ik ben er zelf niet, want ik ben niet in het land, maar dat maakt niet uit. Maar je hebt wat, ik heb je uitnodiging gezien. Er zit leven in de brouwerij. Dat is best. Ja, dus dat hoort erbij dus. Hey, heel veel succes met de toekomst van het VNNA. Zijn er ontwikkelingen, laat het even weten. Want het is leuk te weten aan de andere kant van de zee hoe het allemaal gaat. Ja. Ja? Hey, bedankt in ieder geval voor het gesprek. Bedankt voor de uitnodiging, bedankt voor je platform. En het fijn voor 12 april. Ja, dankjewel.